Als je vierbeenvriend sukkel met de besering of bezig is om te herstellen na een operatie, is hydrotherapie dalk net wat hij of zij nodig heeft om daar die sterkie weer te laten zwaaien. Dr. Kobus Kok meen het is goed voor honden om oefening te krijgen, vooral als hulle jip of knieproblemen heeft. Maar wanneer hulle op een harde teerpad gaan stap, doen het eintlik meer schade als goed. Hydrotherapie maakt die hond gewigloos en 5 minuten se zwem is gelijkstaande aan 8 minuten se draf. Honde word in een harnas in die water laat zak om zeker te maken hulle krijg genoegsame ondersteuning. Die zwembad is heerlijk vir het, sodat die koort haar vriende nie koud kry nie. Skouhonde maak ook gebruik van die therapie, bloot om fiks te bly, en dan is daar ander honde wat zwem om van hulle energie ontslaat te raak. Sommige honde wat voorheen glad nie kon loop nie, kan nou as gevolg van hydrotherapie soos enige ander hond rondhardloop.